Daily Minutes nummer 1496 met een uitzending voor vandaag 14 december 2018. Dat is het bulletin van vrijdag. Vandaag hebben we best veel data. Dit is vandaag in Domino EX88. Tenminste, daar begin ik mee. En daarnaast nog wat tests met Morse. Om goed mee te kunnen doen moet je iets aan FLDigi veranderen aan de instellingen. Ik leg dat direct nog een tweede keer uit. Om te beginnen moet je naar Configure bovenaan, configureren. En dan Modems. Vervolgens CW kiezen, CW. En dan het linker tabblad General of Algemeen. Rechts zie je dan Range WPM staan of bereik WPN woorden per minuut. Die moet je op het maximale aantal zetten. Dat gaat met pijltjes toetsen. Dat is 25 woorden per minuut. Dat is de range waarbinnen hij nog een snelheid vangt. Dus naar Configure gaan, naar configureren, dan een modems. Vervolgens CW. Dan linker tabblad General of Algemeen. En rechts zie je dan Range of Bereik WPN staan. En die moet op het maximum 25. Voor luisteren via de ether wil je dat vermoedelijk weer wat krapper zetten. Maar doordat ik van snelheid wissel is het hier wel van belang. Eventueel kun je ook nog de andere instelling doen. Die herhaal ik direct ook nog een tweede keer. Dat is bij Configure en dan IDs. IDs. En je moet dan weer het linker tabblad hebben. En dat heet hier RSID. Daar vind je het vinkje Searches Passband, oftewel doorlaatband doorzoeken. En dan, even kijken, dat vinkje dat moet je zetten, doorlaatband doorzoeken. Dat staat hier niet, maar dat moet wel. En wat hij dan doet, is dat hij het hele audio doorzoekt. En niet alleen rond de frequentie die je ingesteld hebt, zodat ik makkelijk van frequentie kan veranderen. Dus Configure, IDs, linker tabblad RSID en dan Searches Passband of doorlaatband doorzoeken. Het vinkje inschakelen. Het is vooral ook van Morse van belang, want dan kan ik een toon kiezen die wat beter in het gehoor ligt. Eén nieuwsbericht volgens de website van Oldambt, oldambt.nu. Volgens mij heet hij inderdaad zo. Ik zit even te twijfelen. Heeft de marechaussee op 10 december bij een routinecontrole op de A7 bij Bad Nieuweschans in Oost-Groningen een man bij een zendmast voor mobiele telefonie betrapt. Die bij nadere inspectie daar een piratenzender aan het installeren was. Een tweede man werd kort daarop aangehouden. Etenpiraten gebruiken deze manier vaker om zo'n eventuele boete te ontlopen. Zo meldt de website. Zo'n boete kan oplopen tot 10.000 euro's. Er wordt dan een complete zendinstallatie bij de telecommast geplaatst en stroom die wordt illegaal afgetapt of er wordt een aggregaat bij geplaatst. In de mast wordt een antenne geplaatst en zo kan dan de illegale radiozender uitzenden. We gaan verder met deel 9 van spionageverhalen. Ja, ik moet zien dat ik me niet verspreek, want het monteren dat kost me zoveel tijd dat ik dan na 7 uur uitkom. Dus alle versprekingen blijven erin zitten. Deel 9 van de serie spionageverhalen. In deel 8 switchte Lindemans, alias King Kong, moeiteloos van zijde. De ene dag werkte hij voor de Duitsers, de dag erop hielp hij Brussel bevrijden en schoot hij daarbij enkele Duitse soldaten dood. In opdracht van de geallieerden brak hij door het front en had een dag later een bespreking met zijn Duitse opdrachtgevers. Jawel. Voor de geallieerden moest hij ervoor zorgen dat mensen bij Philips kennis van de Duitsers zouden bemachtigen of achterlaten. Dat de Duitsers die zouden achterlaten. En een andere taak was dat er moest worden gezorgd dat de Duitsers de Philips-fabrieken niet zouden saboteren. Op 16 december was hij met de Duitsers op pad. Met de Duitsers op pad moet ik zeggen. Onder andere met agent Richard Christman, de rechterhand van Herman Giskes. Op dezelfde dag ging hij naar een safehouse dat werd gerund door een politieman, inspecteur Kooi, die bij het verzet betrokken was. Zijn adres had hij gekregen van de Nederlandse verbindingsofficieren via Beker. Kooi, met de intuïtie die politiemensen in de loop der jaren opdoen, vertrouwde Lindemans niet. Hij liet hem fouilleren en daarbij doken een exemplaar van een in Nederland gepubliceerde Duitse krant op en een pas, getekend door majoor Ernest Kiezerwetter, die in Driebergen de opvolger van Herman Giskes was. Lindemans zei dat hij de krant ergens op straat had aangetroffen en opgepakt en dat het document met de handtekening van de Duitse Kiezerwetter een vervalsing door het verzet was. Dat overtuigde Kooi niet en die sloot hem vervolgens op in een kolenkelder nabij het politiebureau. 3 dagen later, een dag nadat de geallieerden Eindhoven waren binnengevallen, werd Lindemans weer vrijgelaten. De inval in Eindhoven werd geleid door Beker, die furieus was geweest toen hij vernam dat een van zijn beste agenten opgesloten zat. Kooi toonde hem vervolgens de krant en de pas, waarop Beker zei dat de krant niets betekende en dat de pas zeker een vervalsing was.
Op 23 september had Lindemans een debriefinggesprek en werd hij van alle verdenkingen vrijgesproken door kapitein de Graaf en staflid van Prins Bernhard, kapitein de Jong, die net vanuit Engeland gearriveerd was, dat staflid dan. Hè. Er werd daarop een gecodeerd bericht naar het hoofdkwartier in Londen gestuurd dat Lindemans in orde was. Op 17 oktober bracht Lindemans in gezelschap van twee Britse officieren en in opdracht van de SOE een bezoek aan de Franse verzetstrijder Charles Buisine. Buisine was een veteraan van de slag om Frankrijk toen de Duitsers in 1940 Frankrijk binnenvielen dus. Hij was door Lindemans al in 1940 bij het Franse verzet betrokken. Buisine was hoofd van een inlichting- en ontsnappingsgroep. Hij werkte volgens zijn eigen overtuiging destijds voor een Belgische officier de Smet en was niet op de hoogte van de ware identiteit van zijn commandant Lindemans. Lindemans kon bij de ontmoeting niet wachten om Buisine apart te nemen om uit te leggen dat hij dus afscheid genomen had van de naam de Smet en van zijn functie en dat hij hem zeer binnenkort zijn echte naam zou vertellen. In de dagen erop kwam Buisine er tot zijn eigen ongeloof achter dat Freddy de Smet, kapitein in het Belgische leger met een ongelooflijke reputatie, en Christian Lindemans, een van de leiders van een communistische verzetsgroep in Amsterdam en ooit gevangen gezet door de Britse militaire politie op verdenking van hoofdverraad, dezelfde persoon waren. Notabene, voor deze serie maak ik gebruik van Wikipedia, van allerlei andere websites die ik opspoor en van kennis die ik zelf al heb. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
microfoon naar retour.